Hallo, mijn naam is Ruben Taalman en in deze videoreeks zullen we het hebben over webbrowsers. Hierbij zullen we zien hoe de allereerste webbrowser, die er zo uitzag, geëvolueerd is naar de moderne webbrowser die we vandaag allemaal wel kennen. Dus hierbij zullen we eerst kijken naar de geschiedenis van de webbrowsers, dus hoe deze eerste webbrowser geëvolueerd is naar de moderne webbrowser. En daarnaast zullen we ook meer inzoomen op de architectuur van moderne webbrowsers. Dus hierbij zullen we kijken naar zaken zoals navigatie, rendering, interactiviteit enzovoort. Nu, dit vertaalt zich in de volgende 6 grote onderdelen van deze videoreeks.